Dus met dingen, met een goede talk, maar is absoluut is die kies wel een bepaald bericht voor Arki. Dat je moet voor Betty, dat met dingen, maar dat hoop je moet voor Betty met dat no. En dan altijd dat boente je ego takie. Zo is hij boente met de Arki, bij de keer des revie. Dat big scroll door dat op Facebook, dan kom ik wel op, dan met dat een soort mix ja. Hè, volgens mij draai je een goeie toch? Dan ga je een dame horen praten. DNA-lid. Ben je nou savi papa midden? Dan was DNA-lid, een dame, voor Marwijn. Zo'n mooi speech, een dame hoorie. Die had district Marwijn. Hey, als ik van Marwijn was, en ik die dame als DNA-lid daar had, om te kiezen. Mi alvast baby geen potenga dame. Dus ook al heeft ze de hele termijn nooit wat van de laten horen, want ik ken haar niet hoor, ik zie haar voor het eerst. Maar als statement ze adropt idee wat betreft Marowena. Dat die meere vicepresident teka wordt. Dan riek het ook hey, amo big up aan mij, dit apart. If a dame is bij de vierde graad, maar bij pota is direct kotron diamond. Dus dat dacht ik hoor. Is dat niet ook bekend in hier dat dame hoor zo'n gevoelig speech over Marowijne. Ik ben ook van Marowijne. En Marowijne zo, Marowijne dat. Het lijkt alsof inderdaad. En ik geef die dame groot gelijk. Dus bakken dat dame batakito. Af mensen, weet je wat? Oesref go arki adame otaki. Da ta dame bataki de vunaf marowena den temi sa e firi baka di fei pe piki ha kom ik zo Afghanistan nog altijd op de schouder Marowena nog altijd als oorlogsgebied. Er wordt haast niks gedaan voor Marowena. Wanneer andere districten wat krijgen, is Marowena de laatste op de lijst die aan bod komt, voorzitter. En dat ben ik. Voorzitter, ik ben het helemaal niet eens met de regering wanneer ze Marowena niet genoeg ondersteunen. We hebben de vicepresident die uit Marowena is. We hebben de voorzitter van DNA uit Marowena. Ik heb mijn lieve zus. Jordan, ook uit Marowena. Ik ben van Marowena. Meneer Afian Koy, u heeft uw roots ook uit Marowena. Hoe kan het dat Marowena zo stiefmoederlijk wordt behandeld? Voorzitter, ik vraag extra aandacht hoor, voorzitter. Het ministerie van Juspan en onderwijs, people, andere collega's hebben iets. De vicepresident wil inkomen. Vicepresident heeft het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer voorzitter, ik ga niet toewachten tot dat. Nee. Ik kan niet wachten om die mensen eerst rustig uit te leggen hoe dat ding in elkaar zit. Die dame heeft gesproken voor Marowijne, namens Marowijne. Als iemand van Marowijne. Dus als het nou politiek correct is punt 2. Maar dit is volksvertegenwoordiging op niveau. Dit is wat we nodig hebben. Maar de VP gaat even inkomen. Ik dacht juist, Amasbo, big up Adama Dizi. Damano, big up Adama Dizi. Dan dacht ik, nou, meneer, ze riep die idee om me. Want toen was dat nou, let op, let op. Luister eens goed. De VP gaat praten. Ik ga helemaal zijn leidwee volgen. Wanneer hier gesteld wordt dat Marowijne stiefmoedelijk wordt behandeld, dan zeg ik dat het niet klopt. Als ik kijk vanaf de entry van deze regering, hebben we vanaf Stokkers-Ijver tot. Vanaf Stokkers-Ijver helemaal tot Perika. Is er elektriciteit geplaatst? Vanaf Mungo tot en met Albina is er elektriciteit geplaatst. Er is zelf een
kunnen gaan. Terwijl de vorige regering om boord had geslagen. Kijk maar in het bos, hier maar op alles in het bos op. Maar de voorzitter, ik wil alleen maar hier stressen dat men de gemeenschap nu moest misleiden. Daarom kan ik niet lang wachten om te zeggen dat het niet waar is. De regering doet zijn best. We hebben heel veel gedaan. Maar als je kijkt naar waterleiding, we hebben vanaf Mungo tot Albina kunnen de mensen langs de weg schoon drinkwater hebben. Wat moet de regering nog doen? We zijn nog niet waar we wezen moeten. Maar het kan niet zo zijn dat de regering Marowijnen ons die voelt. Terwijl ik ben van Marowijnen. Daarom juist. Is waar. We kijken vanaf Mungo tot Ovinagolo. Of is het een cadeau? Is er elektriciteit? Er is waterleiding op plaats. Ik weet niet wat we nog moeten doen in Marowijnen. Natuurlijk zijn er kleine dingen die we nog moeten regelen. Maar de basis dingen die geregeld zijn, zijn in place. Dankjewel. De basisdingen zijn al in place. Wacht even. Dan gaat de DNA-voorzitter Marinus B. ook van Marowijnen even overnemen. En dan komt er een punt van orde. Oh, ja toch? En luister even. Punt van orde, wordt het aan de steun. Permissie. Oké. Dan komt er een punt van orde. Dat kan, er kan een punt van orde gevraagd worden via een fractie. Leider van een partij. We zijn een fractieleider, maar was maar op een actie dat fractieleider ook is een woord even. Maakt niet uit. Fractieleider van de NDP is dus Parmeser. De EP van de NPS is Rusland. Van de ABOP is Fama, zij schreef poëman in Canapé. Van de PL is op zomaar dat hij, maar in ieder geval de fractieleider van NDP Otakno. De heer lid Rabin Parmeser. En dan moet je goed luisteren. Daarom zei ik aan het begin, soms is het beste dat je kan doen, tapi buka, hoor you mofo. Te tapi mofo, solis hij devan orufi piki, maar solis te tapi mofo, dat boon voor san je voorkomt, dat kan je alleen maar wijzer worden, maar nooit ik kan tron lasman. Omdat if je no taki, je no stree. Maar luister goed. Nadat de VP zijn pleidooi heeft gehouden, dan gaat lid Parmeser van de NDP nu, fractievoorzitter, fractieleider van de NDP, gaat nu antwoorden op dat wat de VP heeft gesuggereerd. Voorzitter, ik denk dat de vicepresident zich beter moet laten informeren. Baka. Al die projecten die hij genomen heeft, misschien eentje minder, komen van de vorige regering. En dan betekent dat tapie mofo? Adviseurs, waar zijn jullie? Adviseurs, waar zijn jullie? VP per adviseur vide. Ze hadden deze blamage hadden ze kunnen voorkomen. Van VP, Michel, die want dat ik maar moppete, ik heb hem voor kvikatoris, zoals hij kent daarvan zie. Maar niemand heeft niks gezegd. De man zijn VP, gote kwam boko. Dit is na eerste boko. Te de adviseur bij Jukaman of protocol bij Tijama dat noem, maar protocol Yusrefi. Pe a protocol fu bra fu de. Fika se na mangina don boko disi bra. Ino mag skop gwin de don boko disi isaf taki constant ala man sabi taki misref ko big up you taki hey. Mi lop taki wan project sa a vorige regering be start nanging you go run te af omdat etje ontwikkeling kon misref be poweri ina model toch isaf bete pe omes mei klagen ja amai make show nanga NDP project amai make show mi teren dat bo rumo fo amai make show of amane make show te amane be dwing da ubo klagen zeep sa herbi. Tok? Mi te gutak te amane be dwing da ubo klagen. Maar het is altijd mooi
als een vorige regering is gestart met een project voor een campus voor Marowijnen, en de regering Sankong gaat door naar een project, dat is succes. Succes is niet altijd dat je erbij bent wanneer het geboekt wordt. Jij mag als grondlegger vertellen, brief me, je moet een big up in een succesverhaal. Ja toch, want you start naar. En ik ga zo maar rond af. You start naar een verhaal voor een succes dat hij begint aan you. Dus ik vond het prima dat Ronnie Brunswijk, vice-president, waarom betaalt u adviseurs? Waarom hebt u een protocol? Huh? Wie heeft u een signaal gegeven van 1 minus op suma tot 1 minus op san tot u fugo jopo pikita padama? Amoro boonsan se bem du na tapi mofos dorostak, want de bomsan kon bakadi u jompo taki. No moi farkiere. Misi tak wantu suma konet, dus no de minotak next moro. Modraya san opnieuw, ki de sma di kon pas erbij, fu de jere mitaki. Het is soms beter, of het is beter, als je zwijgt. Daarvoor kom je veel. Maar dat verlies je nooit, je leert. Maar Theo pre-takman, iwan pikitak alasani, dat soms, takman de moro takman. En feiten, nelly, feiten liggen er niet om. Dus soms amore bete tampi. Mensen, momeku arki, a fragment, even. Nee, jij bepaalt niet. Mensen, luistert u even. Het is 5-6 minuten. Luistert u aan de juiste volgorde. Die dame uit Marowijnen, DNA-lid. Daarna wordt ze aangevallen door de vicepresident. En daarna krijgt de vicepresident een bolwas van, van zo heb je me niet. Ja, luister even goed. Het scheen dat men zich niet druk maakt met Marowijnen, voorzitter. Of denkt men nog altijd, of beschouwt men Marowijnen nog altijd als oorlogsgebied? Er wordt haast niks gedaan voor Marowijnen. Wanneer andere districten wat krijgen, is Marowijnen de laatste op de lijst die aan bod komt, voorzitter. En dat ben ik... Voorzitter, ik ben het helemaal niet eens met de regering wanneer ze Marowijnen niet genoeg ondersteunen. We hebben de vicepresident die uit Marowijnen is. We hebben de voorzitter van DNA uit Marowijnen. Ik heb mijn lieve zus Jordan ook uit Marowijnen. Ik ben van Marowijnen. Meneer Avian Kooi, u heeft uw roots ook uit Marowijnen. Hoe kan het dat Marowijnen zo stiefmoederlijk wordt behandeld? Voorzitter, ik vraag extra aandacht hoor, voorzitter. Het ministerie van Juspan en Onderwijs, onze collega's hebben iets gezegd. De vicepresident wil inkomen. De vicepresident wil inkomen. Volgens mij, jouw dame. Meneer voorzitter, ik ga niet toewachten tot dat de achterspreker helemaal zijn wegen volgen. Wanneer hier gesteld wordt dat Marowijnen stiefmoedelijk wordt behandeld, dan zeg ik dat het niet klopt. Nee. Als ik kijk, vanaf de entry van deze regering hebben we vanaf Stolkenseifel helemaal tot Perica is er elektriciteit geplaatst. Vanaf Mungo tot en met Albina is er elektriciteit geplaatst. Er is zelf een heel grote campus gebouwd voor Marowijnen waar al die kinderen kunnen gaan. Terwijl de vorige regering om bord had geslagen, kijk maar in het bos, hier maar in het alles in het bos op. De voorzitter, ik wil alleen maar hier stressen dat men de gemeenschap niet moest misleiden. Daarom kan ik niet lang wachten om te zeggen dat het niet waar is. De regering doet zijn best, we hebben heel veel gedaan. Maar als je kijkt naar waterleiding, we hebben vanaf Mungo tot Albina kunnen de mensen langs de weg
schoon drinkwater hebben. Wat moet de regering nog doen? We zijn nog niet waar we wezen moeten, maar het kan niet zo zijn dat de regering Marowijnen ons die voelt. Terwijl ik ben van Marowijnen. Hoe zou dat kunnen? Kijk maar naar de weg naar Rika Naumbo. Je ziet maar dat is wat dit. We kijken vanaf Mungo tot Ovila Olo. Is er elektriciteit? Er is waterleiding op plaats. Je vira stroom dadelijk, wat kun natuurlijk zijn er kleine dingen die we nog moeten regelen. Je vira stroom dadelijk. Dingen die geregeld moeten zijn, zijn in place. Dankjewel. Elektriciteit toch? Je vira stroom nu. Van harte wordt het ondersteund. Ik heb een paar mensen. Voorzitter, ik denk dat de vicepresident zich beter moet laten informeren. Pakka. Al die projecten die hij genomen heeft, misschien eentje minder. Komen van de vorige regering. En de Fransen hebben dat gefinancierd. Verder, voorzitter, kijkt u zelf de school, het schoolgebouw daar. We hebben geld van para genomen om daar te zetten. Dus jullie hebben weer geld van para genomen, maar dan is bang mensen koe arkeren. Voorzitter, ik begrijp niet dat geschreeuw van de andere kant. De waarheid moet gezegd worden, voorzitter. Navisti Prodo voor jou, VP. Dat Navisti Prodo, want wij hadden al die projecten. Komt u met nieuwe projecten? Komt u met nieuwe projecten? Door u zelf bedacht en gefinancierd. Komt u daarmee?